Welkom bij Arnhem Report op ReCESMET. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik alle Arnhemse raadsfracties in de Eusebiuskerk. Vandaag Talib Aydemir van Denk Verenigd Arnhem. Zijn partij wordt als samenwerkingspartner steeds serieuzer genomen. En wat gaan zij eraan doen om hun boodschap van liefde en verbinding steeds verder uit te dragen? Nou, goedemiddag, ik met Talib Aydemir. Hij was dit jaar raadslid voor Denk Verenigd Arnhem. Of in ieder geval in de periode ter vervanging van uw fractievoorzitter. Welk tweede seizoen op ReCESMET. Vorig jaar met meneer Bal hier gezeten. Allereerst even, meneer Aydemir, deze periode van reces, even minder politiek, kan ik me ook voorstellen. Hoe benut u de tijd zo even tussen de twee politieke periodes in om misschien wat afstand te nemen, even wat andere dingen te doen dan met politiek bezig te zijn? Gewoon net als iedereen. Dingen in de tuin doen. Mm-hmm. We zijn een paar dagen weg geweest op vakantie. Mm-hmm. Maar we werken ook gewoon door. Het leven gaat gewoon door. Maar ja, we genieten wel iets meer van de avonden. Ja. Ja. Wandeling, Rijkswoerdsplassen rondom om de kerk wilde ik zeggen, maar daar zijn we nu. Ja. Dat soort dingen. Dus vooral veel leuke dingen met kids en familie. Ja. Omdat we daar iets meer tijd voor hebben. Ja. Geen vergaderingen en dat soort dingen. Nee, precies. Gewoon lekker in de stad en in de buurt. Ja, of in de buurt. Mijn Schuitgraaf is booming nu. Ja. Dus het is veel leuker dan 15 jaar geleden. Ja. Dus dat is al gezellig. Leuke wijk geworden, Schuitgraaf? Ja, we hebben alles. We hebben alles. Ja? De bus komt vaker. Ja, we hebben nu gewoon een winkelcentrum. Ja. We hebben een Hema, een Albertijn. Ja. Je kunt ook nu koffie drinken bij een ijskoopboer. Mm-hmm. Maar je kunt ook gewoon wandelen. Ja, voorheen was dat allemaal wat minder vrij. Ja, er zat nog alles onder het modder en dat soort dingen. Leuke wijk om te wonen. Ja, zeker. Geworden. Zeker. Aanrader voor mensen die er nog niet, nog niet zitten. Nu wel. Hartstikke goed. Andere dingen nog in Arnhem die leuk zijn om te doen? Andere dingen? Vitesse tegenwoordig bijhouden. Ja, want ja. Eerst punten zal binnen tegen Ajax. Daar was u bij? Daar was ik niet bij, Ik was daar niet bij, maar dat is interessant, want de verwachtingen zijn hoog. Ja. En dat is ook leuk om bij te houden. U bent Vitesse-fan? Ja. Ik ga wel eens als het uitkomt. Ja. We doen ons best. Maar dat is een aanrader voor mensen om dat bij te houden. Ja, het wordt steeds spannender. Ja, ja. Subtop wordt steeds beter. Ja. U zegt verwachtingen zijn hoog. Wat verwacht u dit jaar? Ik denk AZ en Vitesse die zullen samen strijden om plek 3. Om plek drie. Achter Ajax en PSV dan. Ja, Maar die gaan Feyenoord voorbij dit jaar. Misschien. Ja, want die hebben echt een te zwakke selectie. Ja, met alle respect voor Stam. Ja. Maar dat gaat ze niet lukken, denk ik. Ik praat met Rotterdammer op dit moment. Hè, maar. Maar ik heb heel veel respect en aanzien voor Stam. Ja, precies. Gewoon omdat hij als verdediger een killer was. Ja. Gewoon een goede man. Ja. En we zullen het zien. Met deze selectie wordt het een... Het wordt moeilijk, maar als het hem lukt, dan... Dan word ik bijna Feyenoord fan. Alleen maar respect. Ja, hartstikke goed. Vakantie zijn u geweest? Ja. Waar was u? Wij gingen iets langer dan een week naar Istanbul. Ja. Even langs allerlei leuke plaatsen. Oké. Okay. Heel kort. Ja. Goeie tijd gehad? Ja, was leuk. Ja. Je bent met familie en kinderen. Ja. Dat maakt het wat interessanter. Ja. Je hebt wat meer tijd voor jezelf. Je kunt dingen doen die je normaal niet doet. Mm-hmm. Niet kunt doen. Ja. Bijvoorbeeld iets vaker Netflix kijken of iets vaker een boek doorlezen in plaats van een kwartier per dag. Ja, precies. Van een half uur waar je tijd voor hebt. Maar het is leuk. Nog aanraders voor een goede serie of een goed boek? Wat u, Casa di Papel. Ja, die is goed inderdaad. Waarom? Wat maakt het een goede serie? Omdat het te spannend is. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja. En je denkt na, je kijkt mee, maar je analyseert. En dat doe ik dan vaak. Ja. Je zou het na kunnen doen. En dat is voor mij een leidraad. Als ik dat niet kan doen... Ja. Dan is zo'n film niet leuk. Ja, precies. Ja. En dat maakt zo'n film interessant. Ja, nee, ik kan bevestigen. Ik heb hem ook gezien. Goede serie, inderdaad. Ja. Boek gelezen nog? Zou je een beetje lezen? Ik ben bezig met een cursus. Oké. Okay. Over marketing en sales. Ja. Yeah. En dan zijn er verschillende online boeken die ik moet doornemen. Oh, ja. En dan gaan we om allerlei sales technieken, online en offline. Oké. Okay. Het is meer om kennis te up-to-date te houden en dat soort dingen. Ja, toch ook misschien even wat minder leuk om, maar misschien te goed om even te belichten. Ook dat u zit, dat uw fractievoorzitter op dit moment ook privé even de nodige problemen heeft. Dat hebben we ook in de media kunnen lezen, dus in die zin geen geheim. Maar Yildirim Moussa heeft een vervelende situatie met zijn zoon eigenlijk op dit moment. Klopt.
Kunt u daar misschien iets over toelichten? Hoe gaat het op dit moment? Wat is er aan de hand? Ja, we proberen hem zo min mogelijk te storen. Want hij wordt aan alle kanten natuurlijk... Wat is de situatie? Misschien sommige mensen weten het, niet iedereen. Maar... Oh, ja. Zijn kind heeft, zijn 12-jarige zoon, die heeft een hersenstamtumor. En die is minder fraai. Geen leuke situatie voor de familie, voor de kinderen. Er is maar één optie mogelijk, of dat was maar één optie mogelijk. Dat bleek naar aanleiding van allerlei onderzoeken in Utrecht. In het ziekenhuis dat hij naar Spanje moest voor een behandeling. Ja. En daar komt heel veel bij kijken. Ja. De stad leeft wel mee met hem. Ik heb wat online reacties gevolgd. Er zijn wat oproepen gedaan overal om hem en zijn familie natuurlijk ook te steunen. Want dit gun je niemand. Nee. En ook je ergste vijand niet, wat ik net ook zei. En waar nodig moeten we hem natuurlijk steunen, als daar behoefte voor is. Maar het is van belang dat zij dit goed en zo optimaal mogelijk de tijd benutten en dit verwerken. Ja. Voor een eventueel succes. Ja. Daar is het nog allemaal te vroeg voor. Ja. Ik hoop net als iedereen dat het goed komt. Ja. Vandaar dat ik hier zit nu. Ja, precies. Nee, helder. En fijn dat u dat ook doet. De behandeling in Spanje, nu juist iets te zeggen over de voortgang of de vooruitzichten? Wat ik weet is dat ze één behandeling hebben gehad. Een succesvolle behandeling. En dat moet om de 3 weken moet dat herhaald worden. Dus om de 3 weken moeten ze heen en weer. Naar Spanje. Naar Spanje. Ja. Naar een kliniek, naar een arts die zich daarin heeft bewezen. Dat is een proces. En je gunt dat echt niemand. Nee. Ik bedoel, je weet wat erbij komt kijken als je massaal moet verhuizen met alle spullen. En dat kind moet heen en weer. En hij moet mee of de ouders moeten mee. Ja, vreselijk. In dit soort situaties, ik heb hiervoor ook een aantal andere dingen meegemaakt. Dat iedereen voor elkaar opkomt wanneer het echt nodig is. Ja. En dan. Elkaar staan dat dan even niet uitmaakt. Van... Nee, en ik bedoel, als je de Telegraaf leest elke dag, dan krijg je een heel ander beeld van Nederland. Maar als je op straat bent en je bent in de Albertijn en je maakt dingen mee, hoe mensen voor elkaar opkomen. Ja. Mensen met allerlei achtergronden. Ja, dat is Nederland. Dat, is de multiculturele samenleving waar ik echt trots op ben. Ja. En om dat ook mee te maken. Fijn om te merken. Ja. Ja. Vooral nu we dit ook met zoon van Oesta. Ja. Ik noem bewust geen politieke partijen of leiders van andere partijen. Ja. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat beeld wat ik wil schetsen. Ja, wat in de maatschappij leeft. Ja. Oké, dank u wel. Dan toch ook even de stap naar de politiek. Ja. Daar is geen goede brug in te maken, maar daar moeten we toch ook even over gaan praten. Als we even terugkijken op afgelopen politieke jaar. Gewoon even open van alles wat er gebeurd is. Wat zijn dan de dingen waar u trots op bent? Wat er gebeurd is binnen de politiek in Arnhem? Het kan misschien van uzelf zijn of uw partij of andere dingen die u heeft zien gebeuren. Maar wat vindt u, welke mooie dingen heeft u gezien? Mooie ding is dat wij ook merken, zichtbaar, dat we serieus worden genomen. Door de rest van de raad. Ja. In het begin was dat wat moeizaam. En nu merk je dat bij allerlei onderwerpen, of het nou om groen gaat, of de binnenstad, of werkloosheid, ik noem maar wat. Er is iets meer contact. En wij worden iets vaker gevraagd om steun of om visie. En ondanks dat wij als fractie steeds niet volledig waren. Omdat Bal ziek was en Oesta moest inschuiven als voorzitter. Ja. Met 0,0 ervaring als fractievoorzitter. En ik schoof weer door. Dus dat is wel mooi voor de stad. Ja. Mooi voor de achterban. Is mij ook opgevallen. Nou, een van de dingen die ik opgeschreven had. Maar u benoemt hem nu zelf. Maar nou ja, ik denk dat je dat merkt. En bijvoorbeeld ook in de verslagen met de informateurs. Zie je dat denk ik ook wel terug. Dat uw partij toch door best veel partijen meer dan eerst denk ik genoemd wordt als serieus coalitiepartner eventueel. Dat je echt wel merkt dat u serieus genomen wordt als partij. Maar dat komt ook omdat we dat ook laten zien met allerlei zaken. Het is niet zo dat wij alleen maar bezig zijn met het stimuleren van islamitische scholen in de stad. Ik noem maar wat. Nee. Ik bedoel, wij wonen hier in Arnhem. Wij zijn geboren in de stad. En wij vinden het echt belangrijk dat bedrijven in de binnenstad, dat zij vooruit gaan. Maar dat geldt ook voor jongeren in Prinsenkaaf, dat zij voldoende activiteiten kunnen ontplooien. Ja. Ik denk misschien, even het gevoel dat u toon, de manier waarop u het debat voert in de raad daarin, wat anders is geworden afgelopen jaar. Van op allerlei dingen terug willen komen. Vorig jaar was er soms nog wat discussie over bepaalde tonen in bepaalde debatten. Soms ging het ook nog wel eens over
afgelopen jaar is die voor mij wel weer heel mild en meer verbindend weer geweest. De toon die we daarvoor denk ik ook wel kenden van Verenigd Arnhem. Verbindend is niet een term die ik wil gebruiken. Okay. Omdat we hebben gewoon wat vaker met elkaar aan tafel gezeten. Mm-hmm. En dan krijg je een relatie, zoals iedereen dat heeft. En dan kun je dus ook wat vaker dingen op een andere manier zeggen. Mm-hmm. En men staat er nu ook voor open. Ik bedoel, geloof me, als je gaat turven, dan zijn er een aantal andere collega's die vaker tekeer gaan, vaker niet verbindend zijn, vaker anderen schofferen dan dat wij überhaupt hebben gedaan. Nee, en, ik zei dat hij toen mild was. Maar dat komt ook omdat wij ook nadenken over allerlei betogen, voorstellen, speeches. Ja. En dat we nu kijken van wanneer heeft een wijk of een voorstel of een stadsdeel heeft er baat bij wanneer wij die andere kant op gaan. Ik noem maar wat, daar wordt over nagedacht. Ja. Maar wij zijn ook groeiend. Ik bedoel, het is niet zo dat wij... We bestaan al pas, snap je? Nee, even een brugje met de toon van debat waar we het net over hadden. Als we even de stap maken naar de bestuurscrisis die er nu is in Arnhem. Probeer een goede bijdrage aan die toon te doen. Die toon is algemeen en de politiek niet altijd even vriendelijk over en weer. Hè. We zitten midden in nu de politieke crisis nu natuurlijk nog steeds. GroenLinks, Partij van de Arbeid, de coalitie gestopt zijn. En ook als je de dingen kijkt die dan over en weer gezegd worden, de tussenpartijen, ik kan een paar quotes eruit halen. Meneer Koenen zegt van partijen frustreren alleen maar processen, zijn niet bezig met het leiden van de stad, moeten elkaar niet schofferen. Meneer Van der Laak zegt van het is een wespennest, worden personen ingehakt, willen om samen te werken ontbreekt, zegt meneer Becker. Het zijn zomaar een aantal quotes, ik kan er nog veel meer die toch een beeld schetsen van... niet een hele prettige sfeer onderling, zo, hè, als dat soort dingen benoemd worden. Hoe kijkt u daar tegenaan? Het is jammer. Ik bedoel, niemand heeft er wat aan. Mm-hmm. De stad al helemaal niet, de ambtenaren niet, de mensen niet. Mm-hmm. Allerlei projecten die kunnen hierdoor beïnvloed worden, beïnvloed raken. Het is al heel lang een drama in Arnhem. Ja. En partijen maken keuzes. Mm-hmm. En op basis van die keuzes gaan ze weer met elkaar aan tafel. Ja. Ik bedoel, als wij als DENK, Verenigd Arnhem, met twee zetels steun moeten geven aan de coalitie, omdat het intern rommelt en rommelde, dan moet je je afvragen of je destijds een goede keuze hebt gemaakt door met deze partij aan tafel te zitten. Ja. Want, maar is het niet echt ook jammer dat het steeds over... wie kan er dan met wie en over de relaties en de personen dan eigenlijk gaat. Hè? Want dat is eigenlijk wat het is. Het is al heel lang een drama in Arnhem. Dan hebben we het vooral toch over hoe mensen met elkaar omgaan. Het is niet jammer dat steeds zo de boventoon dan blijft voeren. Jawel, maar ik denk dat omdat een aantal mensen in Arnhem het gevoel hebben dat ze aandeelhouder zijn in de gemeenteraad. Okay. En omdat ze al bijna een eeuw daar zitten of dat gevoel hebben, dat ze dan dus alles mogen zeggen en alles mogen aansturen. En als het dan in de Gelderlanden staat, of Omroep Gelderland, of RTV Arnhem, dat ze dan succesvol zijn. Ze hebben een hele andere visie. Het gaat niet altijd om de mensen. Het gaat vaak om hoe kom ik de volgende dag in de krant. Ja, ja. Terwijl je ook op allerlei andere manieren je punt kunt maken. En als het dan intern ook tussen collega's rommelt die afspraken hebben gemaakt. Ja. Ik moet daar wel iets van vinden. Ja. Daar heb ik niet voor gezorgd. Ja. Als oppositie. Maar dat is een van de dingen die we dan mis vinden gaan. Dat het meer gaat om de koppen in de krant te halen. En om de persoon en de partij maar weer naar voren te brengen. Dan samen te werken. Geldt niet voor iedereen hoor. We hebben natuurlijk echte bestuurders en ervaren politici. Maar een aantal collega's die zoeken alle grenzen op. Ja. En dat belemmert de rest in hun functioneren. Ja. Maar het zal vanzelf wel goed komen. Maar dan moeten de juiste keuzes gemaakt worden door partijen. Ja. Ja, u loopt al wat langer mee in de Arnhemse politiek natuurlijk. U zegt het is al langer een drama. Nou ja, vorig jaar toen we tijdens dit programma spraken, toen was ook het rapport Frisse nog vrij recent, hè, wat toen gekomen is. Maar goed, ook nu nog steeds, dat is nu anderhalf jaar geleden. Ja, alsof het nu niet relevant is, snap je? Is het eigenlijk nog steeds relevant en merk je inderdaad bij gesprekken met informateurs dat bijna alle partijen er ook nog weer op terugkomen. Dat doet zelf van mij niet in de raad, maar ongetwijfeld kent u het rapport. Hoe kijkt u eigenlijk aan tegen dat rapport wat toen geschreven is? Ja, alhoewel heel veel daar moeite mee hebben met datgene wat daarin staat, vind ik het wel een prima momentopname van functioneren van de raad, coalitie. En
je moet zo'n rapport serieus nemen. Mm-hmm. De dingen die erin staan. Ik bedoel, het zijn niet de minsten die met een advies komen. Mm-hmm. En als je keer op keer ook merkt dat dingen misgaan, mm-hmm. dan bevestigt dat ook zichzelf. Daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn om te zien dat bepaalde dingen misgaan. Omdat mensen gewoon geen afspraken met elkaar kunnen maken of willen maken. Ja. Nou ligt dat rapport daar. Ik heb hem even meegenomen. Maar anderhalf jaar geleden wordt dat neergezet. Hoe vaak denkt u afgelopen jaar heeft u als politici met z'n allen bij elkaar gezeten om eens te kijken van alle adviezen die daar dan in staan en waarvan bijna iedereen wel zei van die omarmen we. Er zijn een aantal mensen die wat moeite hebben met hoe een bepaald beeld werd neergezet, maar het echte adviezen erin is voor mij iedereen wel over eens. Die frisse, noemt dat die wel goed zijn. Hoe vaak is daar een moment gepakt om met elkaar te evalueren? De uitvoering is belangrijk. Ja. Je kunt van alles gaan schrijven. Je kunt alles als advies meegeven. Maar dat bedoel ik. Hoe vaak is erop teruggepakt in het afgelopen nul. Jaar? Ja. Want mensen schofferen nog steeds een voorzitter van een commissie. Of, of de voorzitter van de gemeenteraad. En dan klopt er iets niet. Mm-hmm. Er zijn grenzen aan. En als je dan afspraken maakt met elkaar en je respecteert de afspraken niet als politicus. Ja. Dan moet je niet raar opkijken als burgers een hele andere opvatting krijgen over politiek en leiders. En dat is het vreemde. Maar ik begrijp toch goed dat rapport met veel bombardie neergezet en nog steeds heel vaak over gesproken wordt. Maar dat er eigenlijk heel weinig mee gedaan wordt in de praktijk. Klopt. Ja. Neem nou een van de laatste raadsvergaderingen. Neem nou de stekker die eruit is gehaald door GroenLinks en Partij van de Arbeid. Kennelijk hebben zij dus intern de adviezen van het rapport hebben zij ook niet overgenomen. Nee. Of niet in zijn geheel of gedeeltelijk. Want als je dit doet en je maakt afspraken, we zijn allemaal volwassen, dan zijn er dus afspraken gemaakt over bepaalde punten, bepaalde elementen binnen een coalitie. En als dat niet gebeurt, dan heeft de stad daar last van. Ja. De ambtenaren hebben daar last van. Wat heeft Arnhems politiek nodig, denkt u? Want ik kun je denk ik ook voorstellen, of ik in ieder geval wel, dat als dit soort dingen weer naar buiten komen, in de media verschijnen, dat het niet een heel fraai beeld bij de gemiddelde burgers schept van waar de Arnhems politiek met elkaar mee bezig is. Los van wie ook precies waar verantwoordelijk is. Maar voor het algemene beeld van de politiek lijkt het me niet bevorderlijk. Wat zou de politiek daaraan moeten doen? Om te zorgen dat de burger in ieder geval weer vertrouwen krijgt. Ja, de burger krijgt alleen vertrouwen als je ze serieus neemt. En serieus nemen, dat kan alleen als je beleid hebt die je uitvoert. Dus datgene wat je hebt afgesproken. En wij gaan vaak de stad in. Als partij doen we dat. We gaan vaak in gesprek met verenigingen, met mensen en instellingen. Alleen dat moet het college ook gaan doen. Want zij hebben daar alle tijd voor en alle middelen voor. Ja. En als doen ze wel, maar het moet misschien wat vaker, iets meer dan wat ze nu doen. En dan krijg je dat ze dichter bij de samenleving komen en bij de mensen. En issues worden sneller opgelost, enzovoort, enzovoort. Dat is iets wat je kunt meenemen. Ja. Dat onderlinge in de raad, de gemeenteraad. Misschien moet er een onafhankelijke scheidsrechter bij komen. Iemand die alles op afstand beoordeelt en analyseert. Dus buiten de voorzitter om. Want als de voorzitter soms moeite heeft om aan te sturen of een vergadering in goede banen te leiden, omdat we politici hebben die daar ook moeite mee hebben, iemand moet daar wat van zeggen. En je moet daar niet 4 jaar mee wachten tot de volgende verkiezingen. Een soort mediator of zo? Bijvoorbeeld, geen Nico Wiggers natuurlijk. Ja, die schoof zichzelf nog voor tegen de raadsvergadering. Klopt. Hè? Ja. Klopt. Die zelf raadslid, dus dat zou raar zijn. Maar dat zou iemand extern moeten zijn. Ja. Die dat, en de Griffie. Ja. En die zou dat als opdracht kunnen uitbesteden. Zodat zij een waardeoordeel geven van een onafhankelijke organisatie. Want er zijn managementbureaus en anderen die hier natuurlijk ervaring mee hebben. En waar zouden die op moeten gaan letten? Op communicatie, hoe mensen met elkaar omgaan. Afspraken, nakomen van afspraken. Dat zijn twee belangrijke dingen. Ja, oké. Duidelijk, dank u wel. Een van de dingen die ik uw partij dat je een paar keer hebt horen noemen, is dubbele moraal die soms wel eens in bepaalde dingen naar voren komt. Een voorbeeldje ging over de discussie tussen Wuhan en Saoedi-Arabië. Noem maar even. We gingen het over Wuhan als onze
dochterstad, zeg maar, of partner. En daar gingen we dan op bezoek. En een bezoek van Saudi-Arabië was dan omstreden, zeg maar. Omdat de mensenrechten daar ook geschonden worden. Ja, omdat bij beide mensenrechten geschonden worden. Dat was dan waarvan je zegt, nou, een beetje dubbele moraal. En die hoor ik vaker binnen de partij. Dat u vindt dat leeft in de politiek of in de maatschappij. Kunt u toelichten wat u daarmee bedoelt? Ja, als Denkvereniging Arnhem doelen wij op selectieve verontwaardiging. Mm-hmm. Dus dat je bij A, totaal emotioneel... heel veel lawaai veroorzaakt en dat daar afstand van wilt nemen, omdat je dat niet accepteert. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de gemeentesecretaris die naar Saudi-Arabië is geweest. Ja. Maar een hele ambtelijk apparaat die met z'n allen naar China gaan, waar wij een convenant mee hebben met Wuhan. Mm-hmm. Daar raakt niemand van in opspraak. Mm-hmm. Terwijl in beide landen mensenrechten worden geschonden, mensen worden opgehangen, mensen worden vermoord. Mm-hmm. Minderheden op allerlei manieren worden aangepakt, dan hou ik het nog netjes. Maar die verontwaardiging, dus dan gaat het dus niet om het onderwerp, maar dan gaat het om andere dingen. Ja. En dat proberen wij steeds duidelijk te maken. Van, jongens, het gaat om dezelfde personen steeds, maar de emotie is bij de een wat minder dan bij de ander. En waar komt dat vandaan, denkt u? Dat zoeken wij uit. Okay. En in dat proces benoemen wij dit natuurlijk. Ja. Wel op een vriendelijke en duidelijke manier. Ja, nee, zeker. Om aan te geven van dat dit onacceptabel is. Ja. En nou, is dit iets wat misschien ook nog ver van ons afstaat. In ieder geval gaat om twee landen ver weg. In ieder geval ook. Hè? Maar is het iets wat u breder ziet in de maatschappij? Ja. Maar dat geldt ook voor heel veel andere onderwerpen. Geldt het ook. Mm-hmm. Niet in de stad misschien, maar landelijk wel. Okay. En dan refereer ik weer naar de kop van de Telegraaf die steeds te negatief is. Wanneer een misdrijf wordt gepleegd door iemand met een kleurtje. Ja. Dan wanneer een misdrijf wordt gepleegd met iemand zonder kleur. Mm-hmm. Maar in Arnhem gaan we daar wel iets beter mee om. Okay. En wij proberen daar ook op te letten. Maar die selectieve verontwaardiging die er is, die moeten we wel benoemen. Om wel serieus te zijn naar onszelf, maar ook... Mm-hmm. Naar de kiezer, naar de Arnhemmer die dat allemaal volgt. Ja, okay. Maar in Arnhem gelukkig zegt hij van, gaat dat nog redelijk goed? Veel minder, we alles, ik bedoel, wij mogen best trots zijn op onze wijken en wijkopbouwwerkers en aandachtswijken die we hebben. Okay. In vergelijking met grote steden. Ja. Dus of we doen het hier goed, of het valt hier allemaal wel mee. Ja. Maar wat vindt u goed gaan dan? Nou, bijvoorbeeld dat jongeren, dat ze, ondanks dat de cijfers niet altijd even florissant zijn, maar dat wij wat minder probleem hebben, dat wij minder agressieve jeugdbendes hebben. Dat de wijk leefbaar is, leefbaarder is dan andere wijken in Nederland. We scoren misschien wat minder op veiligheid, helaas. Maar dat je ziet ook een trend dat minder, dat het beter wordt. Ja, ja. Op autobranden na. Ja, ja. Maar soms vergeten we hoe goed, hoe leuk, hoe bijzonder Arnhem is. Ja. Met Sonsbeek, Burgers, Zoo en Vitesse. Dat vergeten we al van toen. Ja, precies. Ja, ja. Vandaar dat het benoemen ervan. Ja, precies. Nou, bij deze in ieder geval. Ja. Dank u wel. Even terugkijken naar de recessie met vorig jaar. Dat was inderdaad met meneer Bal, fractievoorzitter op dat moment in ieder geval. Waar hij toen ook over sprak was ook wel inspiratie vanuit zijn geloof, ook op zijn politiek, waar wat dingen over zei. Hoe is dat voor u? Ja, maar dat is hetzelfde. Ik kan niet opeens doen als ik in de raad zit alsof ik niet gelovig ben. Ja, dat hoeft ook niet. Maar dat bedoel ik niet. Ja? ik zeg ook niet dat je een beeld hebt gecreëerd dat ik daar afstand van moet nemen. Dat bedoel ik niet. Nee. Ik geef alleen aan, natuurlijk speelt dat een rol. Maar we blijven mensen en we gaan in gesprek. Het kan ook heel positief zijn. Dus meneer Bal gaf bijvoorbeeld vorig jaar aan, hij zei van, nou, vanuit mijn geloof wil ik goed doen, ik wil goedheid maximaliseren. Nou, dat leek me een mooie iets als je dat uit je geloof kan halen. Dat verandert niet wanneer iemand geen geloof heeft. Het hoeft ook niet vanuit je geloof te komen, alleen het kan een inspiratie zijn. Het kan, zeker. Ja. Maar om als een goed mens te functioneren moet je denk ik opkomen voor minderheden. Ja. Moet je opkomen voor mensen die het minder hebben. Opkomen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. En daar zit zoveel kleur en etnische achtergronden in of bij. Mm-hmm. Maar ik bedoel, geloof is daarin belangrijk. Mm-hmm. Maar ook mijn culturele waarden en normen. Ja. Maar ook als Arnhemmer.
Het staat, bij mij is dat natuurlijk een belangrijke factor. Mm. Het is wel leidend, mm. Maar ik vind het niet meer dan normaal. En wat meneer Bal toen heeft aangegeven, dat kan dat zijn persoonlijke drijfveer is. Ja, maar iedereen heeft zijn inspiratiebron. Ik kan de vraag ook meer algemeen stellen van, wat zijn de dingen die u geïnspireerd hebben uiteindelijk tot de politieke idealen die u misschien heeft. Wat zijn voor u daar belangrijke waarden? Ja, maar wat ik net zei, mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ja. Omdat ze niet kunnen mailen of niet het juiste mailadres hebben of niet een ambtenaar kunnen toespreken. Mm-hmm. Als je voor dat soort mensen in de stad wat kunt betekenen en je de weg kunt wijzen, dan voel je goed. Ja. Ook die mensen voelen zich dan veel beter, omdat ze succesvoller zijn. Ja. Maar wat zijn voor u de belangrijkste waarden? Zeg van, nou, die bepalen voor mij eigenlijk mijn politieke kompas, zeg maar. Voor mij? Ja. Ik vind dat ik moet inzetten voor de samenleving. Ja. En dat is heel breed, je inzet voor de samenleving. Maar als ik als scheidsrechter bij een voetbalclub goed kan functioneren. Ik bedoel, het hoeft voor mij niet in de raad. Mm-hmm. Dat is een onderdeel van dat proces. Maar je kunt ook bij allerlei andere instellingen in gesprek gaan met mensen. En met mensen aan tafel. Mm-hmm. En als je dat doet en je geeft informatie over jezelf, over je partij, over je geloof. Mm-hmm. En van de 100 keer, 99 keer komt daar iets positiefs uit. Maar zolang ik niet in gesprek ga, dat is voor mij wel belangrijk. Het gesprek aangaan met mensen. Gesprek zijn met de burgers. Okay. Meneer Bal, zei ook van, nou, mijn missie, maar ik neem aan ook die van uw partij dan, is een samenleving die zich ontfermt over armoede, wezen. En dat soort zaken. Hoe heeft u daar het afgelopen jaar aan bij kunnen dragen? Door daar extra op te letten bij allerlei voorstellen, bij allerlei dossiers die aan bod komen. Mm-hmm. Om juist datgene te doen om de aandacht die er af en toe niet is, om dat te besteden aan de onderste laag van de samenleving. Mm-hmm. Maar die onderste laag van de samenleving die is aan het veranderen natuurlijk. Mm-hmm. Die was 20 jaar geleden anders en die is nu anders. Mm-hmm. Er komen nieuwe Nederlanders bij. Mm-hmm. Dus we moeten constant onszelf ook up-to-date houden. Mm-hmm. Om wat te doen, wat te betekenen voor die mensen. Ja. En zijn er daar echt concrete dingen gebeurd afgelopen jaar? Ja, bijvoorbeeld bij, om even iets te noemen, de voedselbank. Mm-hmm. Wij zijn geen voorstander van een voedselbank, mm-hmm. maar het is er wel. Mm-hmm. Dus probeer je voor de schermen, achter de schermen, iets meer contact te leggen tussen organisaties die elkaar normaal nooit tegenkomen. Mm-hmm. En daar zijn wat stakeholders die zich daarvoor inzetten. En wij proberen dan verbindend te zijn. Mm-hmm. Maar aan de andere kant proberen we ook organisaties die moeite hebben bijvoorbeeld om zichzelf te promoten. Mm. Die moeite hebben om bepaalde zaken te communiceren naar de omgeving, naar de wijk of ambtenaren. Die proberen we ook te helpen met ideeën, met voorstellen. En wij zijn vaak ook niet in de raad aanwezig. Of meer niet aanwezig, gelukkig. Wij doen veel meer dan wat we eigenlijk zouden moeten doen door alleen als raadslid te functioneren. Mm. Omdat niet iedereen op niveau is in de stad. Want ik bedoel, bepaalde mensen die hebben totaal geen affiniteit met politiek, met de raad. Ja. En die hebben een enorme achterstand. Ja. Dus je moet veel meer investeren. Mm. En dat geldt voor ook andere collega's. Wat zij allemaal hebben gedaan. Soms zeg ik petje af. Omdat ook de nachtelijke uren gebruikt worden om bepaalde gesprekken te voeren met mensen. Ja. Meneer Bal stipt ook aan van, kloof ook wel waar u nu ook over heeft. Mm-hmm. Tussen bepaalde partijen die soms eilandjes zijn, bijvoorbeeld ook binnen scholen. Hij zei erbij van, denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen die komen hier, weten weinig van het onderwijssysteem, worden wel naar school gestuurd, maar ouders hebben bijvoorbeeld weinig kennis en krijgen daardoor niet de juiste begeleiding. Ja. Waardoor er volgens hem een kloof en afstand ontstaat. Is dat iets waar u ontwikkeling in ziet of gaat dat nog steeds niet? Niet goed, nee, maar proces. Dat is een moeilijk proces. Dat los je niet op binnen twee weken of met twee voorstellen. Nee. Mensen komen van een ander land. Ja. Zonder stoplichten, om iets heel simpels te noemen. Mm-hmm. En vaak ook een situatie waarin wij nooit terecht willen komen. Ja. Oorlogssituatie. Ja.
En dan moeten wij ze hier in een paar maanden tijd moeten wij alles uitleggen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn zoveel Nederlanders, en daarmee doel ik op Nederlanders met allerlei achtergronden, mm-hmm. die nog steeds niet weten hoe ze bepaalde subsidies, bepaalde projecten, projectaanvragen moeten doen. Mm-hmm. En dan verwachten we dat van asielzoekers of vluchtelingen. Ja. Dat zij dat eventjes binnen een jaar gaan begrijpen. Dat is echt moeilijk. Het is misschien bijna niet te doen, maar het uiteindelijk nodig om natuurlijk hier uiteindelijk wel goed zeker, mee te komen. Zeker, zeker. Dat betekent niet dat je er niets aan moet doen. Het moet constant aandacht krijgen. Ja. En op allerlei mogelijke manieren middelen beschikbaar stellen voor dit soort zaken. Mm-hmm. Zodat dat proces versneld wordt. Ja. Maar pakken we dat goed aan op dit moment in de begeleiding van die mensen? Of zou dat een hele andere manier moeten? Ik weet dat we wel goed bezig zijn met jeugd, met jongeren en mensen die willen studeren. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk aandachtspunten, want de ouderen die zijn niet altijd even makkelijk te benaderen, te bereiken. Mm-hmm. En als je die op allerlei manieren kunt makkelijker en sneller kunt bereiken. Mm-hmm. Ik zeg altijd, als je 40 jaar geleden verplicht cursus Nederlands had gegeven aan alle nieuwkomers, had je nu geen probleem in Nederland. Mm-hmm. Dus je zou nu dingen op een leuke manier kunnen verplichten. Mm-hmm. Zonder dat je daar allerlei straffen en boetes aan verbindt. Mm-hmm. Maar wij zouden dat beter kunnen doen in Arnhem. Ja, oké. Okay. Door bijvoorbeeld toch meer die taal te gaan leren. Zeker. Ja. Kijk, zonder taal kom je nergens. Ja. Ik hoef jou niet uit te leggen dat er ook heel veel Nederlanders zijn die Nederlands niet beheersen. Ja. Dat als ik mails voorbij zie komen, dat die vol zitten met taalfouten. Mm-hmm. D, T. Maar het is wel van belang dat wij, als we naar een huisarts gaan, of dat we winkelen, dat we op moeten kunnen komen voor onszelf. Die verstaanbaar kan maken. Verstaanbaar, maar ook op een duidelijke en met allerlei argumenten onderbouwd. Daar heeft een mens heel veel aan. Mm-hmm. En of je nou uit Afghanistan komt of uit Duitsland, dat maakt voor mij niets uit. Ja. Okay. Het gaat erom dat we als stad daar wat aan hebben. En die mensen ook, dus ook de kinderen ook. Mm-hmm. Helder, dank u wel. De zorg in Arnhem, mag ik ook nog even belichten. Is in elk geval natuurlijk ook directe aanleiding, of in ieder geval de inhoudelijke aanleiding van de coalitiebreuk. Naast waarschijnlijk wat belangrijk is de relatie inderdaad tussen de partijen. Maar goed, in ieder geval de tekorten in de zorg zijn toch ook fors op dit moment binnen de gemeente, veel gemeentes. Hoe kijkt u aan tegen de zorg binnen Arnhem, hoe het georganiseerd is, hoe die tekorten oplopen? Zijn we op de juiste weg? Ja, we doen het niet slecht. Okay. Die tekorten lopen op natuurlijk. Dat is ook een megabedrag. Ja. Maar dat heeft ook zo'n redenen. Iets wat nu bekend is, was een jaar geleden niet bekend. Mm-hmm. En zorg is te belangrijk. Wij moeten, behalve dat we moeten zorgen voor onze ouderen, voor hulpbehoevenden, vind ik het niet meer dan normaal dat mensen die zorg nodig hebben, omdat ze minder valide zijn of omdat ze de taal niet spreken, of omdat ze niet kunnen lopen, dat kun je niet loslaten. Je kunt daar niet doen alsof dat niet belangrijk is. Maar waar we wel aan moeten denken is dat zorg niet te duur moet worden. Omdat bepaalde grote instellingen daar te makkelijk mee omgaan. Ja, dus als je het hebt over de organisatie van zorg, dat iedereen zal zeggen, we moeten goede zorg hebben. Mensen die zorg nodig hebben, moeten ze goede zorg krijgen. Er zal geen partij zijn die dat ontkent. Je kunt je ook afvragen, natuurlijk nu georganiseerd, van alle zorg die gegeven wordt, is die nodig? En de zorg die gegeven wordt, is die wel goed of is die niet te duur? Of wordt er wel de zorg geleverd waar we voor betalen? Hè? Dus klopt. Meer over de organisatie van de zorg. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, klopt. Maar dat soort dingen worden geëvalueerd. Mm-hmm. En dat komt terug. Mm-hmm. En dan moeten wij als raad daar een besluit over nemen. Mm-hmm. Dus dat gaat niet over één nacht ijs. Nee. Maar de controle moet misschien wat scherper. Mm-hmm. De evaluatie moet misschien wat scherper. Ja. En dan niet door het college, maar door een externe partij. Ja. Er zijn bedrijven, er zijn instellingen die zichzelf hebben bewezen. Ik zal geen namen noemen natuurlijk. Mm-hmm. Maar misschien moeten we bij zorg. Kijk, als wij dat zelf niet doen en wij besteden dat uit. Mm-hmm. Dan moet dat door iemand anders gecontroleerd worden. Ja. Anders ja. krijg je die beroemde reclame van wij van WC Eend. Ja. Ja. Snap je? Ja. Dus bij zorg moet je daar... het hoeft geen accountsverklaring te zijn. Mm-hmm. Maar het moet wel iets zijn wat de raad serieus neemt. Ja. Zo weten wij of er voldoende is benut. Mm-hmm. Of dat juist is benut. Mm-hmm. Of te weinig. Maar daar zegt u, heeft u eigenlijk te weinig informatie. Ik denk dat de informatie die ons bereikt, dat die niet altijd op niveau is. Mm. Wij moeten te veel zelf uitzoeken. Mm. Dat is natuurlijk ook je plicht. Ja, want we moeten het college controleren. Mm.
Maar je kunt een Maar je kunt u niet verwachten dat u alle zorginstellingen gaat controleren. Dat... Juist, en die zitten daar ook niet op te wachten. Nee, waarschijnlijk ook niet. Misschien ook niet de juiste instantie voor, denk ik. Omdat, nee, totaal niet. Stel je voor dat partij dan een verslag van Denk Verenigd Arnhem. Dat zou niet wenselijk zijn. Het gaat om zorg, het gaat om Arnhemmers. Ja. En dat moet goed opgepakt worden. Maar ja, ook een van de dingen die met wat verschillende directe aanleidingen afgelopen jaar wel een aantal keer aan bod zijn gekomen, is het radicaliseringsvraagstuk in Arnhem. Mm-hmm. En hoe we daar hier mee omgaan. Hoe vindt u dat er in Arnhem daarin omgegaan wordt met het radicaliseringsvraagstuk? Ik denk dat het nu beter opgepakt is dan voorheen. Omdat het ook natuurlijk veel effect en impact heeft gehad op de stad. Mm-hmm. Maar ik denk dat het college, en wij zijn ook van mening dat de burgemeester zich enorm inzet. Mm-hmm. De politie zet zich enorm in. Mm-hmm. En die volgen alles nauwlettend. Mm-hmm. En daar zijn veel gesprekken over geweest, ook in de raad. Mm-hmm. Maar ook één op één met de burgemeester en andere belanghebbenden. Mm-hmm. Ook met zelforganisaties. Ja. Ik bedoel, het hoort niet thuis in de stad. En als er wel is, dan moeten we daar goed mee omgaan. Mm-hmm. En we moeten dat van tevoren al inzien. Mm-hmm. Het is niet zo dat wij als Denk Verenigd Arnhem accepteren dat jongeren radicaliseren. Nee. En of dat nou extreem rechts is of jihadisme. Mm-hmm. Het gaat erom dat mensen niet radicaliseren. Ja. Ik bedoel, mijn buurman moet geen last krijgen van... van een buurjongen, omdat hij moeite heeft met wetgeving en regels. Nee, het zit ook breed in de aanpak. Hè. We noemen extreem rechts, daar wordt inderdaad ook onderzoek naar gedaan. Ja. En wordt ook genoemd in de radicaliseringsaanpak van de burgemeester. Zijn uitvoeringsplannen. Heeft u wel het gevoel dat de burgemeester daar voldoende kort op zit in zijn aanpak? Ja, dingen doet? Nu wel. Ja? Als hij dat al niet was, dan is hij dat nu wel. Mm-hmm. Want de raad heeft hem natuurlijk ook aangevallen, ook gesteund. Mm-hmm. Maar ik denk dat dit hoog op de agenda staat. Ja. Maar dat zegt hij zelf ook. Ja. Ja. Dat zeg ik niet, omdat meneer Marcouch, hij is niet lid van dezelfde partij. Nee. Wel van de vorige partij. Ja, ja, maar hij zet zich in. En, en ook zichtbaar, maar ook onzichtbaar. Ja. Ik bedoel, dit hoor je ook in de stad. Ja, ja precies. Oké. Okay. Dus heeft u daar nog verbeterpunten in? Is dat van, daar missen we toch nog iets? Of gaat, dat geldt wel weer voor communicatie. Komt steeds terug. Ja. Misschien dat er iets meer, iets beter gecommuniceerd kan worden. Mm-hmm. Want ik weet dat ambtelijk apparaat af en toe ook verandert. Mm-hmm. En de opvolger, die is niet altijd even op niveau. Mm. Dus die transitie moet ook goed verlopen. Mm. Zodat je alle signalen uit de wijken ook constant krijgt. Oké, okay, communicatie naar de burgers toe bijvoorbeeld. Naar de burgers toe en andersom. Ja. Want het, vaak heeft één persoon veel meer bereik dan een afdeling. Maar dat komt omdat zijn of haar manier van contact leggen. Okay. Dat wordt gewaardeerd in een stad. Op het moment dat burgers contact leggen met de gemeente en de interactie daartussen. Ja, okay. Klopt. Ja. En dat gaat nog niet altijd goed? Nee, er zijn wel opmerkingen af en toe over. Okay. En wij proberen dat te kanaliseren en over te dragen aan de juiste organen. Ja. Maar het is niet dat het heel slecht is, maar dat kan beter. Ja. Ja. Oké, okay, dank u wel. Eigenlijk een ander onderwerp, maar misschien enigszins gerelateerd is inderdaad een imam die salafistisch zou zijn, hè, in een van de moskeeën die hier in Arnhem zou komen. En, heeft de burgemeester in ieder geval wat over gezegd in de krant. En is er later ook door de rechter toch een beetje op vingers getikt dat niet helemaal de bedoeling was, zeg maar. Hoe kijk je tegen dat proces aan, hoe dat gegaan is? Ja, we hebben aangegeven waar het college fout zat, waar de burgemeester fout zat. Ja. En de burgemeester moet niet voor eigen rechten gaan spelen. Mm-hmm. En als er dingen slecht gaan in de stad, dan moet het niet uitmaken of je Jopie heet of Ali. Mm-hmm. Hij moet ingrijpen waar nodig. Ja. En als hij fouten maakt, op basis van allerlei bronnen die wel of niet goed hebben geïnformeerd, dan moet hij daar ook op gecorrigeerd worden. En als een rechter dat doet, dat is wel een orgaan in dit land die we wel serieus moeten nemen. Tuurlijk, die moet je wel respecteren. Maar burgemeester Marcouch is ook een mens. Ja. Ja. En die maakt ook fouten, net als ik ook wel eens fouten maak. Alleen in dit soort kwesties moeten we daar iets meer op letten. Iets intensiever communiceren met adviseurs, met de organisaties, misschien met de imam. Ja. Om de kwestie op een andere manier af te handelen. Vindt u iets waar de politiek zich mee zou moeten bemoeien? Wat voor imam of prediker, of nou christelijk of moslim of wat dan ook is, maar wordt aangesteld in een kerk? Nee, dat is niet aan ons. Nee. Ik bedoel, als een kerk ons toestemming moet vragen
voor een prediker. Mm-hmm. Of de moskee die belt ons voor een screening van een imam. Dat is niet aan ons. Nee. Die organen moeten natuurlijk wel in staat zijn. De eigen organen om de screening op een binnen manier... Binnen een moskee bijvoorbeeld. Juist. Dat je zorgt dat je geen extremistisch gedacht binnen een overkoepelend orgaan. Ja. En er zijn voldoende organisaties in Nederland waar we niets over horen. Mm-hmm. Maar er zijn ook organisaties die nergens aan verbonden zijn. En die zelf alles kunnen doen en laten wat ze willen. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat wij gaan voor openbare orde, wetgeving. Mm-hmm. En als dat in het geding komt, dan moet de stad ingrijpen. Dan moet de burgemeester ingrijpen. Maar niet wat voor imam en hoe lang zijn baard is en wat voor kleur tapijt ze in een moskee gaan plaatsen. Maar stel dat je bang bent wat de burgemeester dan was van... Nou, er komt misschien wel extremistisch gedachtegoed binnen. Hè? Of dat nou wel of niet zo is, maar... Misschien wel. Dat klinkt zo. Maar dan, ja. Maar ik kan zo 20 andere dingen noemen in een wijk... waar de burgemeester ook niet ingrijpt, terwijl de moeder bijna een kind mishandelt en burenruzies escaleren. Ja, daar wordt niet ingegrepen. Ja. Dat vind ik veel erger. De hele straat heeft daar last van. Weer selectieve verontwaardiging dan? Dat hangt af van hoe zo'n onderwerp op zijn agenda komt. Mm-hmm. Ik was daar niet bij. Nee. Maar uiteindelijk is dit besproken. Ja. Het kwam in de raad en de rechter heeft een uitspraak gedaan. Ja. En die heeft aangegeven dat meneer Marcouch ernaast zat. Ja, een bepaalde uitspraak te ver. Ja, en dan komt er dus een vergoeding voor die meneer. Ja. En het een en ander speelt nog, maar dat zien we vanzelf wel als dat ons bereikt. Helder. Oké, dank u wel. Heb ik nog een aantal vragen van collega's van u die ze hebben mogen bedenken? Allereerst een vraag van Matthijs Loor van D66. Zijn vraag is, is het begin met een opmerking, van politiek moeten we dingen samen bereiken. Wat is het belangrijkste wat u in maart 2021, dat zijn de volgende verkiezingen, bereikt wil hebben in Arnhem? Maart? 2021. Dus met de aan het eind bedoelt u? Eind van, van deze bestuursperiode dan, ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat Arnhemmers ook, wanneer ze in hun portemonnee kijken... Dat ze vooral niet het gevoel hebben dat ze veel meer kwijt zijn aan allerlei gemeentelijke belastingen. Wat ze enorm treft. Arnhemmers moeten niet benadeeld worden omdat wij bepaalde keuzes maken. Ze moeten zo min mogelijk benadeeld worden. Kijk, je kunt niet opeens van mensen die het niet hebben, minder hebben, verwachten dat ze... vooral mensen die op de grens leven, die net geen steun krijgen voor allerlei belastingen of ontheffingen. Maar dat geldt ook op wijkniveau voor allerlei faciliteiten in de wijk. Ik denk dat we dan tevreden moeten zijn. Okay. Dat is, dit komt terug in alle onderwerpen. Ja. Dus niet te veel lasten voor de Arnhemmers? Niet te veel lasten, ja. Ja. Oké, duidelijk. Meneer Greving van de Partij van de Arbeid, die wil weten hoe u het komende jaar de samenwerking ziet binnen de Raad. Dat is denk ik afhankelijk van... of wij een tweede telefoontje gaan krijgen voor de coalitiebespreking of niet. Mm-hmm. Want op basis daarvan maken wij weer een analyse en keuzes. Ja, ja. Maar meneer Greving weet als geen ander hoe goed wij kunnen samenwerken met de Sociaaldemocraten. Mm-hmm. We zitten ernaast, maar we hebben ze zo vaak gesteund en andersom ook. Ja. We hebben wat sociale onderwerpen waar wij gewoon, die we belangrijk vinden. Ja. Dus eigenlijk dat blok van PvdA GroenLinks dat nu ook een beetje ontstaat, daar zou je goed mee samen kunnen. Ja, maar dat blijkt ook als je kijkt naar de cijfers en waarin wij ze hebben gesteund en andersom. Mm-hmm. En hoe goed de gesprekken zijn, dat wij wel een blok genoemd kunnen worden. Ja. Ja. Er zijn wel wat punten waar we niet met elkaar eens worden. Ja. Het verlagen van parkeertarieven in de binnenstad, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat accepteren wij. Ja. Maar we hebben wel een visie richting de stad. Mm-hmm. En samen met die partijen kunnen we bepaalde onderwerpen er makkelijk doorheen halen. Mm-hmm. Ja. Op een paar punten na. Ja. Maar daar hebben we dan de VVD voor, ik noem maar wat. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, er zijn 13 zetels samen. Dan heeft u nog 6 nodig met elkaar. Dat klopt, ja. Ja. Voorkeur voor die overige 6? Ik denk dat, behalve dat wij een voorkeur moeten noemen... moeten aangeven, is het van belang dat de partijen serieus naar zichzelf moeten kijken in de spiegel, alle fractievoorzitters,
en de jaren moeten evalueren. Ja. Vooral de coalitiegenoten. Mm-hmm. Als zij dat doen, mm-hmm. en ze gebruiken hun kennis en ervaring, dan komt daar iets uit, mm-hmm. Waar ze zichzelf in kunnen vinden. Mm-hmm. Want anders neem je jezelf niet serieus. Ja. Als je weer keuzes gaat maken, als je dat rapport van meneer Frissen niet serieus neemt, mm-hmm. dan ga je weer keuzes maken, mm-hmm. om anderen te pleasen. En dat moet je niet doen. Je moet richting de stad, richting de, mm-hmm. Mensen. En dat kan dan alleen als je jezelf aankijkt en beoordeelt, evalueert, wat hebben wij niet goed gedaan. Want aan ons lag het niet. Mm-hmm. We hebben de coalitie zelfs een paar keer gesteund. Ja. Dus het rapport zou toch nog eens wat vaker bijgehaald moeten worden aan komend jaar? Om gewoon eens de lessen eruit te trekken? Zeker, zeker. Okay. Even een hele andere vraag van meneer De Groot van de Partij voor de Dieren. Zijn vraag is of u een beeld heeft hoe het vervoer van de toekomst eruit ziet. En dat het best een aardig poosje, hij zegt, van over ongeveer een jaar of 50. Hoe zouden wij ons dan vervoeren? Heeft u daar enig idee van? Ik denk dat alles elektronisch zal gaan. Die films van 10, 20 jaar terug. Ja. Dat misschien maken wij het niet mee met meneer De Groot nog. Ja, misschien net wel. Ja. 50 jaar, maar moet nog kunnen. 50 jaar, dat weet je niet. Nee. Maar ik denk dat wij beelden gaan krijgen dat auto's dus via bepaalde trajecten, om files te vermijden, elektrisch geladen auto's, dat zij dus vliegend volgens een bepaald traject van A naar B kunnen. Dat zal niet lang meer duren. Nee. Ik heb nog een vraag van meneer Verheij van de PVV, die even wat in eigen woorden samen zal vatten. Maar hij vraagt zich eigenlijk af hoe u aankijkt tegen de journalistieke vrijheid zoals we die in Nederland kennen. En of dat goed is of niet? Ja, als DENK Verenigd Arnhem zitten wij daar anders in. Wij hebben natuurlijk verbintenis met DENK, landelijk. Mm-hmm. We zijn DENK, maar we zijn ook Verenigd Arnhem. Mm-hmm. Alle partijen die worden bijna gesteund door een mediaorgaan in dit land. Mm-hmm. En dat zie je ook bij allerlei programma's en vraagstukken. Niet dat dit altijd officieel wordt benoemd. Dat vindt u zo, ja? Het wordt natuurlijk niet officieel benoemd, maar je ziet dat linkse partijen en bepaalde rechtse partijen net iets vaker aandacht krijgen bij bepaalde media. Mm-hmm. En DENK heeft dat niet. Mm-hmm. En als een journalist onafhankelijk is, dan stelt hij overal dezelfde vragen. Mm-hmm. Dan maakt hij overal een issue van. Mm-hmm. Lokaal maak je dat niet mee. Mm-hmm. Lokaal gaat het wel wat beter. Dan 12 maanden terug of dan het begin. Omdat wij nu ook natuurlijk manieren hebben om media op te zoeken. Mm-hmm. En in contact te gaan met journalisten. Een beetje wisselwerking zijn natuurlijk. Hè? Natuurlijk. Het was ook nieuw. Natuurlijk, maar dat speelt allemaal een rol. En ik weet dat de heren Öztürk en Kuzu vaak in gesprek zijn met hoofdredacteuren. Mm-hmm. Of met journalisten. Mm-hmm. En je ziet daar ook langzamerhand een acceptatie. Mm-hmm. Ik bedoel, op geen moment. U benoemt dat, maar ik denk dat die media waar u bedoelt, zelf in ieder geval zullen pretenderen onafhankelijk te zijn en niet aan een partij verbonden te zijn natuurlijk. Klopt. Maar er zijn een paar mediaorganen die dit totaal, maar dan ook totaal niet doen. Mm-hmm. Het is een mediaorgaan. En ik zal geen namen noemen, omdat je dan natuurlijk aan alle kanten wordt aangevallen. Mm-hmm. Maar journalisten doen hun werk, mm-hmm. politici doen hun werk, mm-hmm. en mensen krijgen informatie. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk bepalen wanneer een onderwerp wel 6 dagen wordt besproken en wanneer dat niet wordt gedaan. Als journalist heb ik zeker verantwoordelijkheid. Ze bepalen wat nieuws wordt, maar dat zou onafhankelijk wel gedaan moeten worden. Natuurlijk, En kijk, de vraag is waarom af en toe bepaalde informatie wordt weggelaten, waarom dat niet wordt gevraagd. Mm-hmm. Dat kan een reden hebben. Dat zijn misschien afspraken die gemaakt zijn bij een interview, dat weten we niet. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat onafhankelijke journalisten, onafhankelijke journalistiek, dat natuurlijk belangrijk is voor een land. Mm-hmm. Want anders krijgen we taferelen zoals in Rusland, Zuid-Korea. En dat moet je al helemaal niet willen als Nederlands. Ja. Maar ik hoorde net ook even, we hebben het gevoel dat bepaalde media meer op de hand zijn bepaalde partijen. En DENK heeft dat niet. Dat DENK dat wel zou willen creëren? Dat er ook meer een mediaplatform is die dan meer op de hand van DENK zou staan? Ja, het gaat niet om het laten ontstaan van zo'n mediaorgaan. Ja. Maar het gaat erom dat de erkenning er moet zijn. Mm-hmm. Partijen moeten volwaardig geaccepteerd worden. Ja.
Ja. De samenstelling in dit land is anders. Mm-hmm. De samenstelling is niet zoals die was in 1930. Mm-hmm. In 2030 zal die anders zijn. Mm-hmm. En daar dient een mediaorgaan ook rekening mee te houden. Ja. De overheid dient daar rekening mee te houden. Omdat je alles sponsort met belastinggeld. Ja. En dat is belastinggeld van de samenleving. Mm-hmm. Van al die bedrijven. En dus je moet daar iets meer affiniteit mee hebben. Ja. Maar vindt u dat de manier waarop we media georganiseerd hebben, of het medialandschap, dat dat dan zou moeten veranderen? Nee, maar we kunnen lokaal natuurlijk, kan daar nog heel veel aan veranderen. Landelijk zijn er heel veel grote... Laat het lokaal bekijken anders. Hè, lokaal zou er natuurlijk iets meer concurrentie moeten komen voor de Gelderlander. Mm-hmm. Die selectief nieuws maakt en niet altijd op tijd of soms te laat is. Mm-hmm. Maar we hebben zoveel lokale partijen die zich al hebben bewezen. Mm-hmm. Die een rol kunnen spelen. Mm-hmm. En daar moet de gemeente iets mee doen. Okay. Daar moet de wethouder iets mee doen, zodat de burger in een wijk of in een stadsdeel sneller en makkelijker informatie krijgt zonder daar een abonnement van 30, 40 euro of lager te betalen online voor een paar tientjes. Want het gaat om informatievoorziening. Maar ben je niet bang als de politiek zich gaat bemoeien met media dat het juist maakt de media niet meer onafhankelijk zijn? Nee, dan, maar ik bedoel, als de politiek zich bemoeit met een ondernemersfonds, dan vinden we dat niet erg. Mm-hmm. Omdat er uiteindelijk bepaalde bedrijven daar baat bij hebben. Mm-hmm. De bezoeker van de binnenstad heeft daar baat bij. Maar politiek kan zich ook onafhankelijk en neutraal bemoeien met media. Zonder te bepalen wat voor artikel of een... Dus meer een fonds of geld beschikbaar stellen zonder daar invloed juist, op te hebben. Want uiteindelijk willen wij dat de burger geïnformeerd wordt. Mm-hmm. En als je zorgt voor verschillende partijen die informatie overbrengen naar de burger... Mm-hmm. Dan hoef je ook geen zorg te maken dat ze allemaal wel of niet coalitie-minded zijn of oppositie-minded. Dan is het aan... Eén doet dit, ander, maar het aanbod is zo wat je wilt. Evalueer het wel. Ja. Ik bedoel, kijk wel van, hey, zij krijgen 2 ton of 30.000 euro of 60. Ja. Wat doen ze daarmee? Ja. Komt daar voldoende uit. Oké, dank u wel. Tot slot, of in ieder geval een van de laatste dingen. Vorig jaar vroeg ik ook aan meneer Balden, en eindigde dit jaar ook weer mee. Welk cijfer heeft uw partij verdiend en u zelf? Ik weet niet of hij nog even teruggekeken heeft dat hij toen Nee, dat weet ik niet. Het was toen een 6,5, zei hij. 6,5? Ja. En hij zei, ik hoop op groei aankomend jaar. Ze zijn nu met 2 man in de raad. Maar we gaan het werk tot stand brengen van een 3-voudige, zei hij. Dus dat waren de ambities op dat moment. Toen werd hij ziek. Ja, toen werd hij zelf ziek, Nou, daar kon hij dan niks aan doen. Maar er waren nog steeds 2 man inderdaad. Ja, klopt. Dat kwam u met meneer, met meneer Oesta. Maar even als u afgelopen jaar terug zou moeten kijken. Is die groei er geweest? Is die 6,5 nu gegroeid? Ja. Ik denk dat wij... als ik een cijfer moet geven, dan geef ik gewoon een 7. Een dikke 7, voldoende. Okay. Omdat wij groeien. En dan hou ik rekening met alles. Mm-hmm. Dus de fractievoorzitter die valt af. Mm-hmm. Oesta schuift door, ik schuif door als raadslid. Ja. Ja. En wij moeten dan ook dingen in de stad oppakken. Mm-hmm. Bezoeken, instellingen, gesprekken met burgers, met wijkteams. Ja. En je laat daarin zien. Mm-hmm. Dus we kunnen niet op basis van alleen de raad, want de commissies die spelen allemaal een rol. Ja. En als we ook de commissieleden van Denk Verenigd Arnhem succes bezoeken. Als ze... Horen er ook bij, natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij. Ja. En daardoor geef ik een 7. Mm-hmm. Laat anderen maar beoordelen of dat een 7,5 of een 8 gaat worden. Mm-hmm. Maar ik moet bescheiden blijven. Prima. En een 7 vind ik een prima cijfer. Is een goed cijfer en is in ieder geval weer groei. Dus volgend jaar mag het dan misschien een 7,5 worden. Wat gaat u daarvoor doen? In ieder geval, los van het cijfer, maar u zal altijd streven naar dat het weer beter kan. Wat zou u willen verbeteren voor aankomend jaar? Wij moeten iets meer research doen bij bepaalde heavy onderwerpen. Mm-hmm. Om de tijd te nemen om de besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Mm-hmm. Als wij daar de tijd voor nemen, want er zijn zware dossiers die weer de stad op gaan afkomen. Mm-hmm. Zorg zal weer zo'n dossier zijn. Mm-hmm. Als wij dat doen, dan geloof ik erin dat wij keuzes kunnen maken en ook andere partijen kunnen beïnvloeden. Mm-hmm. Om keuzes te maken in het voordeel van. Maar de aanstaande gesprekken die hebben natuurlijk hier ook invloed op. Mm-hmm. Dat proces zal versneld worden of minder sneller gaan. Omdat je dan wel of niet coalitiegenoot gaat worden. Ja, ja. Dus dat is wel een verklaring op mijn antwoord naar aanleiding van jouw vraag. Ja, helder. U noemt zorg. Zijn er nog andere dossiers die u aan wilt pakken dit jaar? Ja, economische zaken. Bereikbaarheid van de stad. Mm-hmm. Dat blijft een drama. Mm-hmm. En nu ook met de verbouwing van wegen waar wij niet heel veel invloed op hebben. Mm-hmm. Maar het kan allemaal, het moet allemaal goedkoper kunnen. Mm-hmm.
beter, betaalbaar, maar ook ten dienste van de burger. Mm. En dat is niet altijd het geval. Mm. Wij moeten ook accepteren dat er mensen zijn die iets gewend zijn en dat ze bepaalde keuzes maken. Maar het moet niet ten koste... Waar doelt u op bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld mensen die met de auto de stad even in willen gaan. Of willen parkeren op de Steenstraat. En die moeten we niet extra benadelen. Oké, okay. Dat is te duur, vindt u? Of? Natuurlijk is het te duur. Ja. Het is net geen Amsterdam. Mm-hmm. Maar kijk, als je naar de kapper gaat, dan betaal je bijna de helft van wat je betaalt aan de kapper. Als je dan ook nog even in de stad bent, betaal je aan parkeertarieven. Ja. Ja. Openbaar vervoer. Je betaalt bijna 8 euro, 8,80 of 8,20 uit mijn hoofd, als je van Schuitgraaf naar Prinsenkaaf gaat. Alleen omdat je een pasje niet bij je hebt. Ja. Dus er zijn mensen die een OV-pasje of een PIN-pasje niet bij zich hebben, die worden, ik mag die term niet genomen, die worden beetgenomen. Ja. Dat is toch, wij zijn de stad, wij besturen de stad, en wij vinden het heel normaal dat iemand 8 euro betaalt om van Schuitgraaf naar Prinsenkaaf te gaan. Ja. Ja. Dat is toch te zot voor woorden. Dus parkeertarieven willen we omlaag. Parkeertarieven, wij hebben altijd geroepen dat die 1 euro dalkaart terug moet komen. Ja, ja, ja. Maar niet ja. omdat wij dat heel graag willen. Voor het OV. Voor OV, ja. Maar de mensen willen dat. Mm-hmm. Ik bedoel, als je wil dat mensen... Kijk, in de online wereld, in de sales, moet je zorgen voor traffic. Ja. Traffic is the name of the game. Als er geen traffic is, dan kun je het schudden. Dus dan krijg je geen sponsors, geen bedrijven die willen adverteren. Ja. Maar als de binnenstad, of als winkelcentrum PSK was, of winkelcentrum Kronenburg, niet bezocht kan worden, omdat iedereen maar met de fiets moet... Ook traffic genereren. Snap je? Dus dan moet je... Ja, de provincie moet dan een rol spelen. Maar de wethouder, vandaar dat wij daar ook elke keer vragen over hebben gesteld. Helder, dank u wel. Misschien toch nog even een paar keer gemeentelijk gesprek... dat we even kort de situatie van meneer Bal ook benoemd hebben. Ja. Die Oesta hebben we ook besproken. Die werd inderdaad ziek in de loop van het jaar. Ja. Het gaat voor mij wel weer beter met hem. Of in ieder geval kunnen we iets toelichten voor de Amsterdamse burger. Met meneer Bal. Bal heeft nu nog vakantie, meneer Bal. Ja. En hij heeft... In die periode had hij ups en downs. Hij is een pootje uit de gemeenteraad eigenlijk geweest. Ja, hij is 8 maanden eruit geweest. Ja. Omdat hij gezondheidsklacht had. Ja. En hij bepaalt of het echt goed gaat met hem of niet. Ja. En hij is nu bezig om te kijken hoe dat gaat. Hij is wel in mei is hij weer teruggekeerd. Ja. Ja. Maar zijn gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. Zeker. En als hij voldoende hersteld is... En de kans is op risico's, dat is verkleind. Dan gaan we gewoon verder op de manier zoals wij dat gewend zijn. Maar nogmaals, ik ben geen arts en ik ben geen meneer Bal. Het gaat erom dat hij zich goed voelt. Dat hij zich wil inzetten voor de stad, omdat hij nergens last van heeft. Ja. Maar hoe is het nu met hem? Het gaat nu beter. Ja. Het is nu wel vakantietijd, dus het is wat rustiger. Ja. We hebben wat evaluatiemomenten, ook na de vakantie. Na de vakantieperiode. Ja. En dan zullen we wel weer kijken hoe de situatie is. En op basis daarvan maakt de fractie weer keuzes. Helder. Dank u wel. Bedankt voor het gesprek ook. En goed reces nog. Dank je wel. Succes aankomend jaar. Dank je wel.